Het maken van een website is niet moeilijk meer. En als je Simsite gebruikt, is het wel heel eenvoudig om een vrij complete site te maken. In twee auto's heb je kunnen zien hoe je inhoud kunt aanpassen, pagina's kunt toevoegen en het design kunt wijzigen. In deze laatste auto komen onder andere instellingen aan bod. Ik heb de website die ik in de vorige auto's heb gemaakt, geopend. Als je elementen wilt aanpassen, klik je erin en kun je wijzigingen aanbrengen. Je kunt dan kiezen voor Bewerken en Opties. In de bovenste balk kun je via de pijl aan de rechterkant nog een aantal elementen in beeld brengen. Zo kun je onder andere RSS-feeds toevoegen, waarin je allerlei actuele artikelen over je onderwerp op je website kunt plaatsen. In mijn geval is dat Treinen. Ik kopieer op deze pagina de link en plak deze in het betreffende vak. Klik op de zoekknop om de artikelen toe te voegen. Via de opties kun je bijvoorbeeld het aantal artikelen aangeven dat je maximaal wilt zien. Via verplaats sleep je het element naar de gewenste plaats. Via de knop instellingen kun je bijvoorbeeld de domeinnaam aanpassen. Als je de site nog niet online wilt zetten, kies je hiervoor Nee. Voor de andere opties is een upgrade nodig. Datzelfde geldt voor vertalen. Als je overweg kunt met CSS en/of HTML, kun je hiermee bij eigen code aan de slag. En via BAM-beheer kun je IP-adressen blokkeren. We bekijken hoe de website er nu uitziet. Eerst de standaardweergave. En daarna de mobiele. Hier breng je zo de subpagina's in beeld. Om terug te keren naar je dashboard, klik je op Klaar. Via account kun je nog een aantal instellingen aangeven. Je ziet hier dat je standaard e-mailberichten ontvangt. Als je dat niet wilt, verwijder je de vinkjes. Je kunt hier je account verwijderen. En op deze plaats je wachtwoord wijzigen. Tot zover deze how-to's over Simsite.